Goedemiddag allemaal. Welkom op mijn college. Mijn naam is Marjan Seirali en ik ben een gelukzoeker. Gelukzoekers in Europa winnen geen populariteitsprijzen. Wat eigenlijk vreemd is, want wie zou er eigenlijk tegen geluk zijn? Ik zoek mijn geluk in elk geval graag op. Zoals in 1990, toen ik uit mijn geboorteland Iran vluchtte. Ik ga jullie daarover meer over vertellen, maar eerst wil ik het thema van mijn college introduceren. Vrijwaring van gebrek. Freedom from want. Daarvoor moeten wij naar Amerika. Het land dat al zo lang het dagelijks leven in mijn geboorteland beïnvloedt. Het land dat wereldwijd wordt als baken van hoop en tegelijkertijd door velen wordt gehaat als veroorzaker van ellende. En hoewel ik de directe lijn zie tussen de inmenging van de VS in Iran voor 1979 en mijn vlucht voor het theocratische regime in 1990, wil ik het over Amerika hebben als baken van hoop om het thema van vandaag in de juiste context te plaatsen. Dit is een schilderij van Amerikaanse schilder Norman Rockwell. Hij maakte het in 1944 en het heet Freedom from Want. Rockwell belde ook de andere vrijheden uit die Roosevelt 3 jaar eerder in zijn State of the Union van 1941 had geformuleerd. Die serie van 4 werd door de Amerikaanse overheid gebruikt om oorlogsobligaties aan de man te brengen. Met het geld dat de obligaties opbrachten, werden Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie gefinancierd en voorzien van oorlogsmateriaal in hun strijd tegen de nazi's. Amerika was zelf nog geen strijdende partij. Die posters waren enorm succes. Vanaf het begin kwamen er per week 2000 verzoeken binnen voor een Rockwell poster. Freedom from Want is uiteindelijk de beroemdste geworden van de 4 en staat beter bekend als Norman Thanksgiving. Wat dit beeld symboliseert, overvloed en dus vrijwaring van gebrek, werd zo'n 10 jaar later door veel Amerikanen gezinnen werkelijkheid. Maar in 1944 was dit nog niet het geval. Rockwell's voorstelling was voor de meesten nog een droombeeld. Een visie van de een als visioen voor de ander. Maar wat een perspectief. Wat een belofte. Amerika, een land van en voor gelukzoekers. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat president Roosevelt zijn beroemde State of the Union uitsprak. De speech die bekend is komen te staan als de Four Freedoms speech. Maar wat zei Roosevelt in 1941 nou precies? Want vrijwaring van gebrek belooft nogal wat. Ik citeer uit zijn toespraak. The third is freedom from want, which translated into words terms means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants everywhere in the world. Economic understanding which will secure every nation a healthy peacetime life for its inhabitants. Dat was een pleidooi voor een overheid die zorgt voor haar burgers. Niet iedereen in Amerika vond dat een goed idee. Want een overheid die vrijwaring van gebrek garandeert, is dat niet een bemoeizuchtige en machtige overheid. Dat klonk als het begin van een verzorgingsstaat en dat, zo vonden velen in de VS, was toch niet de bedoeling.
Maar Roosevelt formuleerde niet zozeer een beleid als wel een wens voor de toekomst van de wereld. Hij beloofde niemand gratis gouden bergen. Hij bood ze een perspectief en doorkijk naar wat mogelijk was. Een droom, maar dan wel een die werkelijkheid zou moeten worden. En wel dankzij zijn nieuwe deal, een enorme hervormingsprogramma met een flinke rol voor de overheid. Dichter bij het socialisme is de VS, naar mijn mening, sindsdien niet meer gekomen. Roosevelt's freedom from want was dus een vrij staaltje framing. Sociaal-democratische beleid verpakt als een vrijheid. Want wie in Amerika was er nou tegen vrijheid? Het was Roosevelt's ambitie om een klimaat te creëren waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen, ontplooien en verrijken, zowel materieel als geestelijk. In zijn State of the Union van 1944, dus 3 jaar later, greep hij nogmaals terug naar zijn wens om de lat van de minimaal levensstandaard nog enkele treden hoger te leggen. Hij ging echter een stap verder en sprak over a second bill of rights. Het was een lijst van zaken waar elke Amerikaan in zijn ogen recht op zou moeten hebben. En vloeide voort uit wat ik net zei, 3 jaar eerder geformuleerde vrijwaring van gebrek. Wat hem betreft had iedereen recht op zinvol en redelijk betaald werk, recht op een minimuminkomen, recht op een fatsoenlijk huis, recht op goed onderwijs en ga zo maar door. Deze rechten zouden volgens de president de Amerikanen beschermen tegen gebrek. De Tweede Wereldoorlog en de Nieuwe Deal haalden het land uiteindelijk uit de economische misère. In de jaren 50 zouden velen eindelijk hun Amerikaanse droom waarmaken, gedreven door de belofte van de Amerikaanse droom. Perspectief. De belofte van een betere toekomst. Dat is wat die enorme gebraden kalkoen symboliseert. En daar wil ik met jullie over hebben vandaag. Over het belang van perspectief. Over het belang van een sterk eigen geloof in een goede toekomst. Ik doe dat aan de hand van mijn eigen levenswandel en ervaringen. Nu kunnen we wel veel zeggen over mijn geboorteland Iran, maar voor een structureel en consequent, gezond en vredig bestaan van haar burgers heeft het sinds 1979 niet gezorgd. Ik ben in 1964 geboren in de Iraanse stad Rasht. Een stad aan de Kaspische Zee, een historisch centrum van handel. Dat was voornamelijk handel met de overburen in Rusland. Maar heel lang heette Rasht ook de poort van Europa. Vervolgens tijden. Bij ons thuis was het leven zorgeloos. Mijn vader was ondernemer en mijn moeder was verslaggeefster bij een lokale omroep. Geen van mijn ouders hield zich bezig met politiek en net zo min met de religie. Een apolitiek en areligieus huishouden. Mijn twee zussen en ik ben de middelste van 3 dochters, kregen een liberale opvoeding. Onderwijs was belangrijk en aan de principe van waardigheid en gelijkheid werd veel waarde gehecht. Onze weekenden brachten we door aan zee of in de bergen. Mijn jeugd uit die tijd lijkt wel een aaneenschakeling van zonnige weekenden buiten met mijn ouders en zussen. Een heerlijke tijd. Ik denk dat mijn vroege jeugd in het noorden van Iran niet verschilde van die van vele van mijn leeftijdsgenoten in Amerika.
Ik ging naar school, las veel en droomde over wat ik later zou worden. Een onafhankelijke vrouw natuurlijk. Maar een specifieke beroep had ik nog niet bedacht. Dat hoefde ook nog niet. Er was tijd genoeg en de wereld lag vol mogelijkheden. In mijn dagboek schreef ik: ik draag het verleden als onzichtbare bagage. Verdraag het onhoorbaar in mijn hart in de stilte. De stilte is mijn beste vriend. De stilte is geduldig, luistert, vertelt en zwijgt. Boeken, foto's, liederen, films, alles wat tastbaar en kostbaar voor mij was, is verwoest, verbrand, vernietigd. Geen vlekjes te bespeuren. Sporen van het verleden gewist voor de bescherming van mijn toekomst. Einde notitie. In 1979 was ik 15 jaar, een puber. Toen de islamitische revolutie uitbrak, was er hoop. Hoewel ik apolitiek was, begreep ik dat de toekomst voor Iran nog mooier zou kunnen zijn. Weg met de corrupte Shah en zijn rijke vriendjes. Iran zou een sociaal-democratische regering krijgen. Althans, dat was wat de velen dachten in de eerste weken nadat de Shah was verdreven. Omdat de alliantie die hem hadden verjaagd, bestond uit liberalen, linksen en gematigde religieuzen. Dit bleek al snel een deceptie. Ayatollah Khomeini greep de macht en werd allenheerser, net als de Shah voor hem. Met het grote verschil dat het gedaan was met onze sociale vrijheden. En het waren met name de vrouwen die aan het kortst eind trokken. Het was het einde van de zorgloze zomer en het begin van mijn politieke vorming. Het epicentrum van de revolutie was Teheran. Het duurde dan ook even voordat de gevolgen van de omwenteling bij ons in het noorden voelbaar werden. Maar uiteindelijk kwam er een sluier over Rasht te liggen. De duisternis zette in. Mijn uitzicht verdween. Wat moest ik in hemelsnaam doen? Ironisch genoeg kweekte het dictatorale islamitische regime dat iedereen in toom wilde houden en linkse politieke tegenstander. De revolutie had mijn politieke engagement aangewakkerd. En ik veranderde van een apolitieke meisje in een strijdbare, maatschappelijk betrokken jonge vrouw. Dit engagement kwam mij door te staan. Wegens mijn politieke activisme kreeg ik een studieverbod opgelegd. Dat was een ramp. Ik zou nooit naar de universiteit kunnen. In mijn dagboek schreef ik: eerst was ik getuige van een land dat zich langzaam van mij vervreemde. De gevangenis en vervolgens het vluchten leerde mij niet te hechten aan het verleden, maar te leven voor het heden en vooral voor de toekomst. Ik deed mijn best om mij te onthechten van mijn verleden. Een gevecht met herinneringen, met een verhaal dat mij veel verdriet en pijn bezorgde. Alles gaat immers voorbij in het leven, zelfs vreugde en pijn. Einde notitie. Ik had bijeenkomsten bezorgd van linkse politieke partijen en kon mij vinden in hun gedachtegoed en principes. Ik begon op te vallen en moest uiteindelijk onderduiken. In 1980 werd ik door mijn ouders naar een tante in Teheran gebracht. De stad was drukker en groter dan Rasht en ik zou er makkelijker onzichtbaar kunnen blijven. Ik heb zo'n 10 maanden bij mijn tante gewoond. Maar een structurele oplossing was het natuurlijk niet.
Hoe lang ging dit duren? Wat moest ik met mijn leven? Zal het regime snel worden verdreven? Niemand die het in die dagen wist. Ergens was er hoop dat het allemaal niet lang zou duren, maar ondertussen verdwenen vrienden en vriendinnen. Eerst de gevangenis in, daarna afgevoerd om nooit meer gezien te worden. Het werd donker in Iran. Naarmate de dagen verstreken, werd het licht zwakker en zwakker, totdat wij in totale duisternis leefden. Wegzicht, geen horizon. Wie droomde, hield zichzelf voor de gek. Op 28 maart 1981 was het dan zover. Tijdens een familiebezoek werd ik opgepakt in mijn ouderlijk huis. Tot 14 mei zat ik vast in een isoleercel. Een paar dagen na mijn 18e verjaardag. Uiteindelijk zat ik zo'n anderhalf jaar in gevangenis. Mijn leven leek in niets meer op dat van mijn leeftijdgenoten in Amerika. Zij, van die Amerikaanse droom, burgersrechten, een enorm gebraden kalkoen. Veel van mijn vrienden zaten ook vast. We waren allemaal politiek gevangenen, aangemerkt als vijanden van het regime. Dat zorgde overigens wel voor een sterk onderlinge verbondenheid. Geen van ons had recht op een advocaat of verdediging. Logisch, want het regime zou geen zaak hebben. Op voorwaarde dat ik met mijn vriend zou trouwen, werd ik na anderhalf jaar vrijgelaten. De isoleercel was er haast niets bij. Had ik in de gevangenis nog de hoop vrij te komen, nu had ik levenslang. Dat lag niet aan mijn man. Het lag ook niet aan onze levensstandaard. Het lag aan het totaal ontbreken van elk perspectief voor mij om ooit nog iets van mijn leven kunnen maken. Dit was het dan. Poetsen, koken in 85. Voor het eerst moeder in 88. Voor de tweede keer. Kinderen brengen vreugde. Maar zoals alle ouders weten, is er meer in het bestaan dan zorgen voor het gezin. En hoewel ik in 1985 hoogzwanger een staatsexamen mocht afleggen, mocht ik niet werken en niet naar de universiteit. Ik bestond voor mijn familie en omgeving, maar ik bestond niet voor mezelf. Door het ontbreken van enig perspectief was ik mijn identiteit verloren. Marjan Seirali was opgehouden te bestaan. Het regime had gewonnen. De hele dag kan ik aan niks anders denken. Elke nacht vraag ik mezelf af, waar kom ik vandaan en wat moet ik doen? Ik zou het echt niet weten. Mijn ziel komt van een andere wereld. Dat weet ik zeker. En zeker als ik voel dat ik daar ook eindigen zal. Dit is een gedicht van de Perzische dichter Rumi. In Iran noemen we hem Maulana. Perzië heeft een rijke cultuur van literatuur en poëzie. Voor mij waren de gedichten van Maulana, maar ook de verhalen van andere Perzische schrijvers en dichters van groot invloed op mijn vorming en mijn taal. Ze waren een bron van hoop in mijn jeugd. Begin jaren 80, toen het regime het licht had gedoofd in Iran, greep ik vaak naar de gedichten en verhalen uit mijn jeugd. Ze waren voor mij wat een zaklamp is voor een wandelaar in een donker bos. Voldoende licht om te kunnen blijven lopen zonder het hele bos te verlichten. Ik moest immers voorzichtig zijn.
want niemand was nog te vertrouwen. Een paranoïde regime, wat alle totalitaire regimes zijn, creëert binnen de kortste keren een samenleving vol wantrouwende burgers. Zoals we in Iran zeggen, in de muren zitten muizen en muizen hebben oren. Shh, dus zachtjes. Naast wantrouwen kweekt een dictatuur eenvormigheid. Het individu wordt beschouwd als een bedreiging. En hoe zorg je makkelijk voor uniformiteit? Door een uniform in te voeren. Zie de blauwe zogeheten mouwpakjes in China destijds en vergelijkbare zwarte pakken van de Roy Kemmer in Cambodja in de jaren 70 en 80. Als ik naar buiten ging, moest het bedekt en met hoofddoek. Je mocht je onderscheiden met een dure handtas, maar niet met een kapsel, laten staan met een mening. Alle vreugde verdween. Dat duurt tot de dag van vandaag. Vlak na de ondertekening van het onlangs nucleair programma met de VS schrapte het regime het woord wijn uit de woordenboek. Ongelooflijk als je bedenkt dat wijn gedurende de 2000 jaar daarvoor een zeer belangrijke rol speelde in de Perzische cultuur. Ik leidde ondertussen een dubbel leven. Binnen een huis was ik een zelfstandige vrouw die kon en mocht discussiëren met haar man. Daarbuiten hield ik mijn kust en ging ik op in de massa. Het leven was in een glazen kooi. Zonder materiële gebreken overigens. Dankzij het werk van mijn man, die cameraman was. Op een dag kreeg hij het verzoek om het geweld van de veiligheidsdiensten tegen burgers in Iran te filmen. Dat deed hij. Hij werd tijdens het filmen gezien, herkend en moest vluchten. Zo snel ging het. 'S Ochtends vertrok hij naar zijn werk. 'S Avonds vertrok hij met onbekende bestemming, mij en de kinderen achterlaten. Omdat hij nu als staatsvijand was gebrandmerkt, was ik ook verdacht. Vele arrestaties en ondervragingen volgden. Het leven was voor mij en de kinderen vrijwel onmogelijk. En er moest iets gebeuren. Nu terugkijkend weet ik dat er onlangs alle tegenslagen in de jaren altijd een waakvlam is blijven branden in mij. Ik moest ergens brandstof zien te vinden om het vuur weer aan te wakkeren. Laatst kwam ik dit korte gedicht tegen dat mooi omschrijft wat ik voelde. Rare vogels, die blijven altijd doorgaan. De zwaartekracht werkt niet meer. Ik moest weer perspectief creëren voor mezelf en dacht aan een kinderboek uit mijn jeugd. Het zwarte feestje van Samad Behrangi. Ja, dat is dit boekje. Het op eerste gezicht en bij eerste lezing een onschuldig en tamelijk simpel verhaaltje over een zwarte visje dat tegen de wens van zijn moeder en alle andere vissen erop uittrekt. Maar Behrangi schreef het met subversieve bedoelingen. Het was een en al kritiek op de dictatuur van de Shah gedurende de jaren 60. Het duurde even, maar toen het Pahlavi-regime dit eindelijk doorkreeg, was het snel gebeurd met Behrangi. Zijn lijk werd gevonden aan de oever van de Aras-rivier in het noorden van Iran. In de jaren 80 las ik het zwarte visje herhaaldelijk. En langzaam groeide het vuur. In mijn dagboek schreef ik: voor de vrijheid was ik bereid te sterven. Maar ik ben niet gestorven. Ik wachtte op de ontmoeting met de vrijheid. Die leeft in mij en brandt met de vlammen die tot hemel reiken.
Einde notitie. De tijd was gekomen om mijn vlucht te regelen. Ik moest naar Frankrijk. Mijn man had inmiddels contact gehad met mijn tante in Teheran, zijn eerste teken van het leven in bijna een jaar. Hij liet bij haar een telefoonnummer achter, had haar verteld dat als ik vluchtte, hem zou kunnen vinden via een vriend in Den Helder. Ga maar even over nadenken, waar ligt Den Helder? Wie wil vluchten, moet een mensensmokkelaar vinden. Ik betaalde de smokkelaar. De eerste twee pogingen mislukten. Met mijn laatste geld, een bijna verlopen paspoort en een vervalst visum, vloog ik met mijn twee kinderen uiteindelijk in de zomer van 1990 van Teheran naar Parijs. Daar hoorde ik dat mijn man inmiddels in Nederland zat en zat in een AZC Blieterswijk. De smokkelaar zette mij af in Breda en ik belde het nummer van die man in Den Helder. Toen wachtte ik. Naast mij één koffer, een kinderwagen en twee kinderen. Ik gaf mijn ogen de kost. Wat een vreemde straatbeeld. Ik wachtte wel 100 jaren, maar volgens mijn man waren het maar 4 uurtjes. De vlucht uit Iran leerde mij te reizen met weinig bagage. Ik bereikte de Nederlandse bodem met 2 kinderen, een kinderwagen en een koffertje. Ik bewoog en zette stappen richting mijn dromen. Leefde in het heden en had weinig genegenheid voor mijn verleden. Ik probeer nog steeds zo min mogelijk aan te schaffen. Zo opgeruimd en overzichtelijk dat ik binnen 2 uurtjes ben voorbereid, ingepakt, maar niet vertrokken. Het verleden was mijn vijand. Alles weggooien, wissen om niet in de greep van verleden te blijven. Alles uit mijn handen laten vallen, zodat ik met 2 handen mijn hoop, mijn droom, mijn toekomst kon vastgrijpen. Ik had in dat kleine koffertje gereedschappen nodig om mij te aarden, vooruit te denken, te durven dromen. Het heden had geen opslagruimte voor het verleden. Daar stonden we dan, september 1990. Van Rai. Herenigd als gezin in een vreemd land. Vreemde wetten en gebruiken en een vreemde taal. Maar dit was het. Hier zouden wij onze anker uitgooien. Niet in Van Rai per se, maar wel in dit land. Het mooie van een vlak land als Nederland is dat je vrijwel overal een horizon ziet. Wat een vergezichten. Omdat wij het besluit hadden genomen om hier te blijven, leek mij het verstandig te investeren in de taal. Op de 5e dag na mijn aankomst kocht ik een tweedehandse woordenboek. Een flink beduimeld exemplaar, duidelijk veel gebruikt, maar alle woorden die ik nodig had, zaten er nog in. In Iran was ik mezelf kwijtgeraakt. Nu moest ik mezelf weer vinden. Daarom hechtte ik er veel aan om mijn asielaanvraag als zelfstandige vrouw te doen en niet wat makkelijker was geweest als vrouw van. Ik verbod het mijn man zelfs om mee te gaan. Het vuur brandde en zou niet meer gedoofd worden. Na een studie maatschappelijke dienstverlening die ik met behulp van het UAF kon volgen, vond ik een baan in de jeugdzorg. Van mijn eerste salaris nam ik de kinderen mee naar Carré. Ik wilde mijn kinderen volstoppen met cultuur. Het werd Oliver, de musical. Please, sir, I want some more, is waarschijnlijk de bekendste zin uit het verhaal van Charles Dickens. Dickens schreef in zijn beroemde boek over de armoede in Engeland van de 19e eeuw. Het was
Het was armoede die veel Britten en Ieren naar Amerika deed immigreren. Op zoek naar een beter leven, achter de horizon gloort de hoop. Go West. Voor velen betekende de verhuizing naar de VS inderdaad het begin van een beter leven. Maar grote aantallen belanden uiteindelijk in dezelfde ellende als ze juist probeerden te ontvluchten. Toch schrikt de tegenslag van de ene immigrant de andere nooit af. Vallen, opstaan, opnieuw beginnen. Je moet door. Maar waarom? Wat drijft de migrant voorwaarts? Wat motiveert de vluchteling die alles is kwijtgeraakt om zijn land te verlaten met het gevaar van een eigen leven in een plaats te nemen in een krakkemikkige bootjes, om uiteindelijk te stranden in Macedonische modder? Wat? Ik weet het. Het is de horizon. Het is de hoop dat daarachter een beter bestaan ligt. Hoop doet leven, zeggen wij in Nederland. Dus wie wanhoopt, gaat op zoek. Iedereen zoekt een nieuw deel. En wie hem gevonden heeft, zoekt een beter deel. Zo is de mens. En om die redenen is het belangrijk mensen kansen te geven en ze perspectief te bieden. Dat wist Roosevelt 75 jaar geleden al, desnoods door ze een gebraden kalkoen voor te houden. Die kans heb ik uiteindelijk in Nederland gekregen, waar ik dankzij het UAF een studie kon volgen. Met twee handen greep ik die kans aan. Ik voelde een enorme drang om snel kennis op te doen en mijn vaardigheden te ontwikkelen, zodat ik een zinvolle bijdrage kon leveren aan de samenleving. Wie vlucht, die zweeft namelijk tussen twee punten. 1 vertrekpunt en 1 onbekende bestemming. En ik had behoefte om te landen en te aarden. Ik wilde weer ergens bij horen, maar ik wilde ook omarmd en gewaardeerd worden. En een laatste dagboeknotitie. Ik had geen oriëntatie om een toekomst te zien, het heden te proeven en het verleden te voelen. Mijn naam was en is mijn erfgoed. Mijn moedertaal wordt langzaam aan nutteloos. Ik struikel zelf over Persische woorden die mij met de paplepel zijn ingegeven en hebben mij gevormd. Ik voel me rijk. Mijn verleden is veiliggesteld als rijkdom van herinneringen. Nu laat ik mijn kinderen meereizen door mijn herinneringen met alle licht en de schaduw. Zonder hoop, droom, heden en toekomst zou het besef nooit gekomen zijn dat de pijnlijke herinneringen van mijn verleden ooit tot mijn dierbare erfgoed zouden kunnen behoren. Het dierbaarste compromis was vriendschap sluiten met het verleden en ervan houden in plaats van het te verafschuwen. Einde notitie. Het accepteren van je eigen verleden, je er niet voor te schamen, heeft alles met de waardigheid te maken. Want laten we vooral de menselijke waardigheid niet vergeten. Dat leerden mijn ouders mij ooit en ik heb mijn kinderen ook meegegeven. Die waardigheid is meer dan een eigen huis. Het schuilt in de mogelijkheden tot zelfontplooiing. Het zit hem in de kansen die je krijgt om een eigen mens te worden, om een eigen identiteit te kunnen vormen. Om jezelf opnieuw te mogen uitvinden en degene die je ooit was te kunnen worden. Iedereen wil zijn. Ik geloof dat autonomie een vereiste is voor zelfontwikkeling.
ontwikkeling. Alleen als je je verantwoordelijk voelt en de regie in je eigen handen hebt, kun je wat van je leven maken. Vluchtelingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leven en zijn betrokken bij hun directe omgeving. Het maakt niet uit of het Nederland is, Almere, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, whatever. Ze willen erbij horen, meedoen. Dat zit diep ingebakken in onze primaire levensbehoeften. De mens heeft altijd in groepen geleefd. Daar komt waarschijnlijk ook het woord samenleving vandaan. Als het jou onmogelijk wordt gemaakt om erbij te horen en deel uit te maken van een samenleving, dan ben je slechts een figurant. Nou vindt niemand het erg als figurant te beginnen, mits er perspectief is op een bijrol en wie weet, een hoofdrol. We eisen dat de nieuwkomers de taal leren, maar geven ze vervolgens geen tekst. Dat is een vergissing. Een samenleving die vluchtelingen inzet, slecht inzet als figuranten, doet zichzelf tekort. Daarom vind ik het werk van het UAF zo belangrijk. Ik wil daar heel kort iets over vertellen. Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. In 1948 opgericht door universiteiten. We begeleiden vluchtelingen tijdens hun studie in een hoger onderwijs en het vinden van een baan wanneer ze afgestudeerd zijn. Het UAF vindt dat persoonlijke groei en ontwikkeling cruciaal zijn voor ieder mens en dus voor iedere vluchteling. We zijn ervan overtuigd dat onderwijs en werk de sleutel zijn tot een succesvolle integratie. Nu spreken we in Nederland vaak over participatiesamenleving, maar we slagen er nog onvoldoende in om vluchtelingen te laten meedoen. Pas als een vluchteling een verblijfsvergunning heeft, en dat kan vele maanden of soms jaren duren, gaan we ons wezenlijke vragen stellen over welke vaardigheden en ervaringen iemand heeft. Waarom doen we dat eigenlijk niet gelijk? Voor de vluchtelingen en voor de samenleving is het veel beter als we direct weten wat iemand kan en op welk niveau. Iedereen zoekt zijn geluk. Ja, we zijn allemaal gelukzoeker. Ik ben een gelukzoeker. Je suis gelukzoeker. En we durven het omdat wij perspectief hebben. Omdat wij mogen kunnen dromen. Oliver Twist durfde het. Roosevelt durfde het de Amerikanen te beloven. Toen ik in Nederland aankwam in 1990, durfde ik het. En alle mensen die nu weggejaagd zijn door Assad, door IS, door Russische, Amerikaanse en Europese bomen. En al die mensen die vastzitten in Griekenland, in Turkije of door Europa is werven. Al die mensen in Nederlandse AZC. Al die mensen durven het. Ze durven te zoeken naar een bestaan vol hoop en vrij van gebrek. Dank jullie wel.